deze nieuwe video van Bolster. Bolster zit weer in de auto. Dus we zijn er helemaal klaar voor. We zijn aangekomen. Ik was al ziek. Dus we zijn helemaal aangekomen. En ik ben met haar trouwens. Dat is de chauffeur, eigenlijk zelf. Zo, mijn haar helemaal is er nu in de kwik. Dus het is lang geleden naar de kwik ben geweest, want jullie weten dat wij in Sint-Niklaas hebben we geen kwik meer. Dus het is lang geleden. Ja, u ziet dat de mondkapjes zijn weer nodig en daar hebben we ze op. Kijk, dit is het eten. Kijk eens. Lang geleden, hè? Lekker voor haar eten. Kijk, we zitten in de auto. Allemaal bomen, we zien alleen maar bomen. Groen in Antwerpen. Ja, dus we zien hier allemaal bomen. Af en toe is een brug. En waar gaan we zitten? We gaan naar de paardjes. Ja, nu kan je dat wel een beetje uitspreken, maar ook niet altijd. Het is ook geen manege, het is een privéstal. Het is een privéstal. En zij zit achter de stoel. Waar mensen die denken van, is er dat veel achter de stoel? Ik ken dat. Dus ja, bij deze. Vooral dat die is geen stoel. Ik heb dat al gehad. Geen het. Kijk, hier kun je voetballen. Hier is zo een voor skaten. Dat is echt wel speciaal eigenlijk. Hè? Ja, nu is het slecht weer, maar als het mooi weer is, dat is. Ik had mijn step moeten meebrengen. Ja, hier boven kun je steppen en fietsen met die BMX gezet. Cool, jongens. Ik zie dat als. Dat is knap gemaakt, hè? Ja. Ik zie dat het echt herfst is. Dat is echt zo mooi, zo die bomen. En daar dingen. Dat is echt wel heel mooi. Ja, ja. Ja, als je door elkaar wordt geschud, dat is een normale en alleen de drempels en zo. Dat is echt wel mooi. Een middie en een middie. Kijk, allemaal paarden. Schoon en. Veel motorrijd, zo. Het is echt. Ja, het is echt slecht weer nu. Ja. Nee, ik zeg nu hard. Zo is het. Ze komt de mensen nog eens buiten op een zaterdag. En dan zie je dat er in Antwerpen ook natuur is, hè? Natuur, er is heel veel natuur, hè? Maar ja, dat wist wel, hè? Er is weinig parking. Dat is wel heel simpel. Maar ik heb ook van u wel trekken of zo. Je hebt hem toch bij je gsm, man? Die ligt in mijn auto. Ah, ja. En nu gaan we zo cirkel rond. Ja, die komt van de andere kant uit. Ja, nu dat je het ziet. Is zo. Wat leuk. Kijk, allemaal paarden. Paarden. Schoon, ja. In de zaal. Zo. Voor mensen die afvragen wat, of dat we het sluizen moeten aandoen. Ja, daar gaan we niet aan beginnen, dat gaan we allemaal weg te doen. Het is echt modder, maar dat is ook wel eens leuk. Die staat ons al op te wachten, die denkt eindelijk eens bezoek. Dat is Calista. Maar je kijkt helemaal van buiten, je hebt je vast moeten oefenen. Ik heb dat niet moeten oefenen. Ik heb het wel hoog. Die staat op, die dat is eten. En die wil het echt met ons mee. Die gaan er ook mee, ja. Dat was het wedstrijd van Franse aaien, hè. Doe maar, geen kwaad. Die is jou gewoon, hè. Zal ik eens even filmen, dan kun je rustig aaien. Dan ga je handjes vrij. Is iemand filmen? Ja. Dat is een liefhaar. Een brave, hè? Ja. De andere kant. De andere kant. Ze durft soms wel kopstootjes te geven. Doe je dat? Dat is wat een kusje. Kusje? Kijk, een kusje. Ja.
wat rond, dan sta je op de kamer. En nu gaan we naar daar. Ja, leuk. Zo schattig, een paardje. Ja, ik geloof het. Ja, hè. Je denkt van... kusken. Een kusje, ja. Je denkt, als je dat toch wordt gefilmd, dan moet ik goed in beeld komen, hè. Je geeft de kijkers een kusje. Dat vind ik hem lekker. Het is echt al hoog en groot. Die heeft lekskes? Ja. Ja. Die is aan het genieten, hè? Amai. Je wordt verwend, hè? Dat is een trekpaard, waar ze heel veel wandelingen niet meer doen. Een trekpaard. Henson. Een Henson, hè, ja. Ik ken daar heel veel van, hè, van paarden. Ik niet. De meeste paarden paard. Zo, wel bij mij ook zo. Genieten van de aandacht. Je moet wel profiteren, hè, dat kan. Een kusje. Een andere komt ook zo. Dat is ook een veel, dat ken ik ook. Ja. Daar komt hij. Zij. Dat is een zij. Je bent een vrouw. Een Scalista. Kijk, hier is de andere. Weg. 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 Dat is niet eerlijk. Ik heb ook recht om te kijken. Hier slapen de paardjes. Dus, we hebben een heel goed uitdag gehad, hè. Ze slapen hier. En daar, wat is daar? De zadelkamer. De zadelkamer. Ja, maar die is maar 2 jaar. Die is 2 jaar, dit is Lily. Lily, en daar staat Star. Die is al wat kleiner. Die hebben allemaal hetzelfde. Die hebben allemaal een camera, Peter. Die hebben allemaal hetzelfde. Die komen graag in beeld, hè? Ja. Dat is wel leuk, hè? Schattig, hè? Ja. Ik weet niet welke sport in zijn jaar ongeveer. Sporten. Daar zie je de andere. Ja, ben nog eens drukker? Ja. Maar ja, ik moet. Ja. Zo blaasjes, ja. Warm, hè? Ja. Die heeft kusjes. Ja. Dat zijn die gewone. Dat is precies gelijk. Zal echt een knuffel komen. Dat is goed. Thank you.
misschien wel beter. De koning op zijn paard, hè? Kan je hem niet loslaten, Silke? Durf je dat, Sil? Nu rijdt hij helemaal alleen.
ben daar. En dan ook doen, hè? Nee, niet op zulke benen slapen. Nee, ja, ik slaap het
Als je dat veel zo moet je het zeggen, hè? Ja, ik heb een meisje daar niet van. Het was echt leuk, superleuk. Het was echt, echt, ja, nu zien we beter. Leuk. Eerst hier, eerst hier? Nee, we moeten even trekken. De kinders? Ja. Dat lukt goed met de kruiwagen. Is het zo? Ja. Ik volg jou. Ja. Nu ben jij dus. Ja. Maar nu ben je spannend. Dat is echt heel veel als dat bekijkt. Hoi. Waarom moeten de schrippen blazen? Heb je niet. En die heb je niet aan. Nee, dat moet daarin. Kijk, ze hebben honger. Kijk, kijk, kijk. Ja, dat is de hooiruif. Hier zijn de andere. Kijk, dat is echt superveel. Als je dat ziet, is veel. Nog een beetje verbliksel overlaten, hè? Ja. Soms heb je iets, dan moet je die terras een beetje kunnen keren en dan gooi ik er een beetje naar. Ja. Ik ga dan ook nog een paar meegebracht. Nou, genoeg voor nu. Ja. Dat is echt heel veel. Zit je goed vol, hè? Nou, dat is weer vullen en dan kunnen we even stoppen, hè? Kijk, we hebben hier die bomen weer. Kijk hoe mooi uit die bomen, die kleuren. Het is wel lekker dat het gaat zijn. En wat dan niet zo zuiver doen, maar ik zie wel dat het een toortje is. We zien weer Tomato Notch. Tomato Notch. Nou. Ja. Dit is net vernieuwd.
daar spreekt het schat van IJs aan die kant. Mooi, hè? Dat is echt wel mooi. Al die lichtjes en zo. Dat is echt wel prachtig. De skyline van Antwerpen. Ja. Zelfs daar echt sportpaleis. Het sportpaleis, daar is iedereen wel eens een keertje geweest, denk ik. Ja. Het sportpaleis. Daar, die lichtjes dat je ginder ziet. Daar, die lichtjes. Hier ben je zo hier, hier echt vol. Dat zie je daar, sportpaleis. We gaan er passeren aan het sportpaleis. Dat is het sportpaleis. Ik denk dat er wel al iedereen geweest is, denk ik. Dat is het sportpaleis voor ons. Tof, hè? Hopelijk vonden jullie dit een leuke video. Zeker duim omhoog, vergeet niet te abonneren. En morgen zijn we weer. Doei!